Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Mark Elgardes, emeritus hoogleraar sociologie. Mark, welkom. Goedemiddag. Ja, we gaan het hebben over jouw recent verschenen boek Reset, over identiteit, gemeenschap en democratie. En ik zet meteen maar die ondertitel erbij, want bij Reset denken mensen waarschijnlijk meteen aan The Great Reset. Daar gaat het niet helemaal over, kan ik wel zeggen. Maar toch, het gaat wel over een fundamentele, nou ja, ik kan zeggen andere benadering ten aanzien van, nou ja, ik kan bijna wel zeggen, het hele leven, als ik je boek lees. Bijna, hè? Ja. Het steunt eigenlijk op een onderscheid dat gemaakt wordt tussen gemeenschapsdenken en liberalisme. Ja. Met ja, verschillende onderscheiden die erin zitten. Ik zeg wel ergens, individualisme is eigen aan de westerse beschaving. Hè? Individualisme is eigen aan het Westen en aan Europa. Maar liberalisme en gemeenschapsdenken benaderen dat individualisme toch wel verschillend. Beide zijn individualisten in de zin dat de gemeenschap geen doel is op zich. Hè. De gemeenschap is een middel om mensen eigenlijk, de leden van de gemeenschap, toe te laten het leven te leiden dat ze graag willen leiden. Dat is de bedoeling. Maar terwijl liberalen dikwijls van uitgaan dat het individu een autonoom gegeven is, hè. Een beetje een atoom met rechten dat het heeft los van het lidmaatschap in de gemeenschap, zegt het gemeenschapsdenken, ja, als een individu de kans heeft van vrij te zijn, van een betrekkelijk welvarend leven te hebben, van te leven zoals men graag zou willen leven, dan is dat eigenlijk in grote mate te danken aan de gemeenschap. Ja. Het is veel meer een collectieve verwezenlijking dan een individuele. Ja, het is een ontzettend belangrijk thema, ook gegeven allerlei debatten die er op dit moment woeden. Je hebt een heel lijvig boek geschreven. Ik vind het heel goed geschreven, helder. Het neemt de lezer mee. Het is ook voor een groter publiek toegankelijk. Tegelijkertijd snij je wel hele fundamentele vragen aan. Ik zeg, het gaat over alles. Want je begint natuurlijk al met een mensbegrip. Wat is identiteit? Ja, je gaat over naar de hele discussie over de grote identiteit, kleine identiteiten. Je behandelt die traditie vanuit ook filosofische bronnen van het liberalisme en de tegenreacties die daarop komen, ook in de verlichting al. En vervolgens ook nog een hele discussie over hoe moeten we verder in Europa? Met een stevige, toch ook wel kritiek op hoe het er nu aan toe gaat. En een voorstel voor een alternatieve benadering, communautaire democratie. Ja. We willen eigenlijk die verschillende thema's met elkaar eens doornemen. Je boek is te rijk om alles recht te doen. Kan ook niet anders. Ik denk wel dat, zoals gezegd, het is een belangrijke stem. Zeker ook op dit moment. Weer anders dan, we hadden een boek van Gabriel van der Brink hier. Je hebt er ongetwijfeld ook wel kennis van genomen. Rumond Waak uit de neoliberale droom. Dat boek is, ja, tegelijkertijd is jouw inzet denk ik net wat breder dan bij Van der Brink. En je richt je ook heel uitdrukkelijk ook op een aantal toch hete hangijzers, wat bij Gabriel minder het geval is. Hè. Je spreekt je echt uit ook over het identiteitsdebat. Ook het debat rond de islam onder andere. En maar ook, wat ik al zei, bijvoorbeeld de inrichting van de Europese Unie. Nou, dat hangt allemaal samen met dat eerste hoofdstuk. Wat ik toch wel als het fundament, niet voor niets, het eerste hoofdstuk, maar echt fundamenteel. Waarin je eigenlijk zegt, er is iets eigenaardigs gebeurd. Zeker ook de afgelopen decennia, maar het heeft veel langere wortels. Maar er is iets eigenaardigs gebeurd met ons begrip van identiteit. Kun je daar eens een eerste je licht over laten schijnen? Ja, eigenlijk is dat ook de motivatie voor het boek geweest. Hè, voordat ik eigenlijk aan het boek begon te werken.
was ik getroffen door de discussies over identiteit en namelijk de negatieve toon die aan identiteit hing. Vooral dan collectieve identiteit, dat leek iets uit een boze, dat was ronduit slecht eigenlijk. En wat me trof was dat de critici eigenlijk niet altijd goed hadden nagedacht over wat identiteit dan is. Dus heb ik me beginnen toeleggen op de studie, niet zozeer de ideologische en in groeiende mate ook emotionele discussies over identiteit, maar gewoon wetenschappelijk. Wat hebben we nu geleerd over identiteit? Ik ben begonnen bij de persoonlijke identiteit en dan zijn er drie soorten persoonlijke identiteit die belangrijk zijn. En de definitie van identiteit die ik gebruik is de volgende. Ik zeg, als je iemand zijn identiteit kent, dan kan je die persoon begrijpen. Kan je ten dele ook voorspellen wat die persoon gaat voelen, denken en doen. En natuurlijk, als je kan voorspellen, kan je ten dele ook sturen. Of met een minder positieve term, kan je manipuleren. Dus het is eigenlijk iets gewichtigs, die identiteit. En wat laat ons toe te voorspellen? Wel, Van Houtsen probeerde mensen op basis van het lichaam te voorspellen wat mensen zijn en denken en doen, met heel gekke vormen daarvan in de 19e eeuw. Ja. Maar natuurlijk vandaag een heel ernstige vorm, de genetica, wat we van de kennis van het menselijk genoom en DNA-sequenties kunnen afleiden over de mogelijkheden van een individu. En dan een tweede, psychologie eigenlijk, die de persoonlijkheid heeft geëxploreerd. En ten derde is er de biografie, want eigenlijk als we kijken naar het verleden, de manier waarop we van als er geprobeerd hebben over iemand iets te weten, te kunnen voorspellen wat iemand gaat doen, is kennis nemen van zijn verleden. Ja. Als we zien wat een persoon in het verleden heeft gedaan, dan kunnen we gaan voorspellen wat die persoon vandaag of in de toekomst gaat denken, voelen en doen. Maar het is eigenlijk al, dat vond ik zelf bij lezingen ook, al het is een belangrijke invalshoek. Die denk ik ook meteen een aantal discussies rond identiteit vanuit een heel ander perspectief beziet. Hè? Want zo eindig je trouwens ook weer in je boek aan het einde, die oproep. Hè, waarin je zegt van laten we nou niet op basis van overeenkomsten in genitaliën of huidskleur over identiteit gaan spreken. Maar eigenlijk vanuit een veel rijker begrip. Daar komen we dadelijk ook wel over. Maar zoals je nu al spreekt, zeggen we heel belangrijk. Ja, die identiteit heeft iets te maken met herkenning, met begrijpen, met verstaan, zoiets als een persoonlijkheid. Daar zit eigenlijk ook al jouw voorkeur in voor het individu. Maar dan een rijk begrip. We zijn allemaal individuen. Nee, ken je de mens tegenover? Dus de identiteit is eigenlijk, ken je de mens? En een groot deel van onze wetenschappelijke en technologische vooruitgang heeft daarmee te maken. Met voordelen en nadelen. Ja. Want die biografie bijvoorbeeld, die is fundamenteel van aard veranderd door de vooruitgang in ICT. Het net, smartphones, de cybergiganten Facebook, Google. En anderen volgen ons. Zij volgen eigenlijk de sporen die wij nalaten door het gebruik van het net, door het gebruik van smartphone, door het gebruik van kredietkaarten. Bijna alle handelingen die we stellen vandaag en die digitaal gemedieerd zijn, kunnen worden gevolgd. En met het gevolg dat zij een zeer gedetailleerde kijk hebben op onze biografie. Veel meer dan in het verleden mensen die een biografie gingen bestuderen. Ja, nog hadden, beter dan de persoon zelf. In de meeste gevallen denk ik dat eigenlijk de data die zij hebben, als ze correct kunnen analyseren, dat ze meer weten over onszelf dan wij zelf over ons weten. Dus die technologische vooruitgang zit daar ook. En dan is er een eerste ding dat daar opvalt, bij die wordt in het eerste deel van het boek verslagen, ontwikkelingen op het vlak van psychologie, van genetica en van ICT, dan biografie, als je wilt.
En wat me daarbij trof ook was aan de ene kant het spectaculaire karakter van de vooruitgang, hè, werkelijk spectaculair, en aan de andere kant de grote zorgen waartoe dat altijd leidt, hè, bij veel mensen. Hè, van de vooruitgang in de psychologie, zeker als men heel systematisch gaat in kaart brengen welke systematische fouten in het denken wij maken, worden we dan niet manipuleerbaar. En genetische manipulatie, is dat niet gevaarlijk? En ja, hebben die cybergiganten, Facebook, Google, niet een te grote invloed verworven op ons leven. Ja, het wijst meteen al vooruit naar dat programma ook over Europa. Hè? En wat dat betreft misschien als Europa ook te doen staat. Hè? Ja, dus je raakt daar ook nog aan. En dat is, lijkt me, een heel uitdrukkelijk politieke opgave ook. Maar je zet dat identiteitsbegrip dus eigenlijk al heel, denk ik, wel doordacht in. Is dat ook vanuit een ergernis gekomen, dat je dat op die manier... Ja, een beetje een ergernis door de zeer negatieve toon over collectieve identiteiten, wat ik denk dat een echte onderschatting is van wat collectieve identiteit en dan, als je het warmer invult, gemeenschap eigenlijk betekent voor het leven in het algemeen. Maar ten tweede ook omdat men onderschatte wat er aan het gebeuren was eigenlijk. Want voorafgaand zelfs aan identiteit is identificatie. Nou, en dat is eigenlijk, daarmee had ik het boek begin. Ja. Hè, want eigenlijk onze identificatie is de identificatie van ons lichaam. En we hebben doorheen de tijd heel veel technieken ontwikkeld om een lichaam te herkennen. Hè. Is het lichaam dat we zien, ik zeg maar wat, hè, in Budapest in 1960, is dat hetzelfde dat we zien in Wenen in 2010. Hè, kunnen we een persoon herkennen. En dat is van oudsher de definitie van identiteit, hè, zoals in Odysseus. Hè, Odysseus, dat is ook een van de titel. Het litteken op zijn been. Het litteken op zijn been. Hè. Dat zijn oude slavin dan. Die hem verzorgd heeft vroeger, hij herkent het litteken en zijn hond herkent hem. Hè. Ja. Dus eigenlijk lichamelijke trekken die hem herkenbaar maken als hij vermomd het paleis binnengaat. Dus en dat hebben we gewoon verder ontwikkeld nu met gezichtsherkenning, iris scan enzovoort. Dus dat is identiteit. En men heeft eigenlijk daarover twee spanningen vandaag. Het eerste is dat die vaste identiteit die we mensen geven, vervult natuurlijk een belangrijke functie in sociale controle. Ja, dat is de basis van verantwoordelijkheid. Hè. Degene die het contract getekend heeft, blijft de identiteit behouden van degene die het contract getekend heeft. Ja. Degene die een misdaad begaan heeft, blijft de identiteit behouden. Onlangs was het, geloof ik, nog, hè, 70 jaar. Iemand die te maken had met de Holocaust. Dus die blijft. Geen cel is meer hetzelfde. Ja, maar. En ondanks veel veranderingen die we toestaan, en ook geslachtsverandering vandaag, men blijft zijn identiteit eigenlijk behouden, ondanks alle veranderingen. En dat is een spanningsvol gegeven natuurlijk, want we vinden dat handig als we dat kunnen doen tegenover anderen, maar we vinden dat soms wel beklemmend voor onszelf. Ja. En ik vind ook dat vandaag, dat heb ik nog niet zo uitgewerkt in dit boek, maar we zien dat ook, dat mensen de identiteit zelf beklemmend gaan achten. En het werk van Foucault heeft daar natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Ja. En vandaar krijgt men dat gevoel, of sommige mensen blijkbaar hebben het gevoel van dat ze niet meer passen bij hun gender. Hè, dat gender, niet alleen dat zij persoonlijk niet meer passen bij het gender dat hun toegewezen is geweest, maar dat gender een te beklemmende categorie wordt, dat de identiteit te beklemmend wordt. Maar als men dat concreet bekijkt, wat die mensen doen, en dat is de enige optie eigenlijk, is een nieuwe identiteit vormen. Als men zich non-binair noemt, mensen zeggen dan, op die manier kan ik mezelf zijn, maar dat is precies, denk ik, een tekort van het huidige begrip van zichzelf zijn. Want wat ze doen is een nieuwe identiteit vormen. Het is in zekere zin, je zou kunnen zeggen, een geradicaliseerd of voltooid cartesianisme in de verkeerde zin van het woord. Dat het ik zich eigenlijk gaat losmaken van iedere inhoud. Ik heb daar in een andere, ik heb die tijd van om, maar staat van verwarring heb ik er ook al over geschreven. Dat ik eigenlijk van iedere inhoud abstraheert en daarmee eigenlijk ook loskomt van een levensgang. Hè? Dus het wordt een soort discontinue grootheid. Ja. Je bent eigenlijk niet meer aan te spreken op wat je gisteren gedaan hebt. Ja. Hè? Want
En dat zie je ook, dat de mensen dan zeggen van ja, nee, vandaag voel ik me meer man. Of morgen ben ik misschien wel meer dit. En wat identiteiten doen, hè, want dat illustreert mooi, hè, dat loskoppelen van het ik van alle mogelijke categorisering. Hè. En ik zeg nog, de recente bron, de inspiratiebron voor velen lijkt daar Foucault te zijn. Mm. Hè, maar dat doen wijst erop dat eigenlijk wat identiteit doet, is ons verbinden met anderen en met het verleden. Ja. Dat is wat onze identiteit doet. En een ik op zich heeft niet de capaciteit om dat te doen. De ervaringen die we hebben, communiceren met anderen, zijn bijna altijd gemedieerd door onze identiteit. Maar dat is denk ik ook het rijkere begrip van het leven. Het is niet voor niks dat je biografie noemt. En ik heb dat in onder andere het Goede Leven en de Vrije Markt samen met collega's eigenlijk ook ingezet. Dat leven is natuurlijk al een veel rijker concept dan het ik. En want het leven is al dat ik ook dood ga, maar ook geboren ben. Dus kortom, je hebt het al over een levensgang. Je hebt al ouders die, of je nou wil of niet, je hebt ergens door het leven verbinding. Je leeft samen en je leeft op een plek van iets. Ja. En ik denk dat ook zoals jij het ook schetst in je boek gewoon heel sterk, dat je ook wel ziet dat die abstracte notie van identiteit of bijna identiteitsloosheid, dat die tegelijkertijd ook cultureel natuurlijk heel krachtig wordt, maar zoals je zelf op een gegeven moment ook aangeeft, ook binnen de wetenschap. Ja. En met name ook bij de menswetenschappen zien we het, behoorlijk opgeld heeft gedaan. Ja. En dat is loskoppelen van waar men komt en waar men naartoe gaat in zekere zin. Want als men een levensloop bekijkt, hoe avontuurlijk die ook is, is altijd in grote mate het product van de levensloop van ouders en voorouders. Ja. Dus dat ik wil ook ontsnappen aan de continuïteit die inherent is aan een leven. En dat is eigenlijk ook wel het gemeenschapsidee. Want onze continuïteit waar we persoonlijk in staan, is eigenlijk die van een gemeenschap in grote mate. Ja, dat zie je ook mooi aan het verhaal van Gilgamesh. Hè, hoe mensen eigenlijk in hun levensloop ook meteen staan in de geschiedenis van hun groep en hun gemeenschap. En Gilgamesh streeft naar onsterfelijkheid, gelooft in zijn onsterfelijkheid. In het begin van het verhaal vraagt hij zich dan af of de muren van zijn stad Uruk wel zinvol zijn, of het wel goed is om muren te hebben. En nadat hij beseft dat hij niet onsterfelijk is, bekijkt hij die muren anders. Hè? Bekijkt hij ze als datgene wat de gemeenschap beveiligt die hem zal overleven en waarin hij zal overleven, waarin hij ten dele dan een onsterfelijkheid zal vinden. Ja, nou, dan raken we natuurlijk ook aan een heel belangrijk thema in jouw werk. Toch het belang van zoiets als traditie, ook als een bron van zin. Dat is de huizen hier, die staan ook al de nodige eeuwen. En die zijn, om met Spengler te spreken, ook uitdrukking van een ziel. Ja. Gestold in de tijd. Tegelijkertijd groeien natuurlijk wij op in een sfeer van iets wat een voorgeschiedenis heeft. Wat nog ergens die verbinding legt, net als in die levensgang, met iets door de generaties heen. Je spreekt heel uitdrukkelijk ook een zorg uit jouw boek. Hè, dat we eigenlijk die continuïteit en het belang daarvan, juist door die grote nadruk op een soort abstracte identiteit, waarin al die collectiviteiten verdwijnen, dat eigenlijk verloren gaat. En daarmee wij eigenlijk ook een gevaarlijk pad opslaan. In het tweede essay of hoofdstuk heb je het over grote identiteiten en later ook wat kleinere identiteiten. Maar die grote identiteiten, misschien toch goed om ze even te noemen. Ik refereer hier ook heel vaak aan, je kent hem ongetwijfeld ook, je collega Emmanuel Castells, de Information Age, die eigenlijk ook al heel vroeg tegen ook een aantal van jouw tegenstanders,
ook die hele problematiek van identiteit inbrengt. Ja. Hè, het tweede deel van de Information Age, ja. De Power of Identity. En inderdaad dan zegt ook, ja, hoe je het ook bent, we zien juist steeds sterker, en dat is de ironie, en jij wijst daar ook op in je boek. Hij zegt dat ook in de jaren 90, dat was voor mij destijds met tijd van onbehagen. Ja, ik heb hem hier speciaal gelegd, omdat ik denk dat we vanuit dezelfde intuïties denken. Ja. En, maar die dan zegt in de jaren 90 notabene, van ja, mensen gaan juist in dit proces van globalisering in toenemende mate naar die collectieve identiteiten toe. En we zien dan, nou ja, in Vlaanderen hebben we het ook gezien natuurlijk, hè, heel uitdrukkelijk, in Nederland op een bepaalde manier wat later toch ook. En overal op de wereld wordt het eigenlijk zichtbaar. Nationaliteit is een bron van, dus een collectieve identiteit, religie en klasse. Hè. Dat was natuurlijk het Marxistische project. Misschien goed om daarop, want jij zegt, ja, daar zijn we niet vanaf. Nee, dat zijn de drie grote identiteiten. Ja. Ik onderscheid het kleine identiteitsstreven en het groot identiteitsstreven. Groot identiteitsstreven zijn die drie. En ik noem ze groot omdat ze natuurlijk de ambitie hebben van de geschiedenis in een andere bedding te leggen en van de wereld te ordenen. Hè. Dat is de ambitie van religieuze identiteiten, was de ambitie van klasse-identiteit. Ik zeg was daar omdat het ze op dit ogenblik wel zwak voorstaat. Ja. En dat is de ambitie natuurlijk. In Europa althans. Ja, want we zien het natuurlijk over, zelfs in Amerika is het nog behoorlijk. Ja, en religieuze identiteit ook niet meteen in Europa en ook buiten Europa toch wel nog heel sterk. Ja. Europa vooral dan eigenlijk het nationalisme, hè, maar ook ruimer in de wereld. De natie als een ordeningsprincipe van de wereld ook. Hè? De Westfaalse orde in ons geval. Dat is even voor de kijker, de Westfaalse orde, 17e eeuw. 17e eeuw, hè? Dus de vrede waarbij men eigenlijk het principe aanvaardt van binnen zijn eigen grenzen doen mensen wat ze willen. En moeien zich niet met wat mensen in een ander land doen. De staatssoevereiniteit. Daar komt het op neer, hè? Staatssoevereiniteit. Maar misschien even om terug te komen op die, waarom zijn die identiteiten zo sterk naar voren getreden? Want dat is toch wel opvallend. Ik situeer dat vooral 1980, 2010, die 30 jaar, heb ik dat ook meegemaakt op de universiteit. Daar viel niks tegen in te brengen, tegen de stellingen van collectieve identiteiten zijn achterhaald. Hè, dat bestaat niet meer, dat heeft geen betekenis niet meer. Ja. Het is, hè, zoals Giddens het zei, een zelfidentiteit. Ja. Hè, en aan de andere kant... Projecten, het zijn met levenskeuzes, projectidentiteit. En dan ook enorm veel kritiek op de natie, hè? Dat is achterhaald, want grenzen zijn achterhaald. Hè? Dat heeft geen zin meer. En dus de natiestaat is achterhaald. En natuurlijk, een van de dingen die dan opvallend is ook, precies in die 30 jaar, van 1980 tot 2010, in de wereld worden dan 30.000 kilometer nieuwe staatsgrenzen getrokken. 30.000 kilometer. Hè? In één jaar, 1991, ontstaan 15 nieuwe staten. Ja, we hebben het natuurlijk in ons eigen Europa gezien natuurlijk. In Europa ook. Ja. En dan het opvallende, men begint dan aan die grenzen muren en hekken op te trekken. Niet dat dat positief is op zich, maar dat spreekt wel sterk het idee tegen van nazistaten zijn achterhaald, grenzen zijn achterhaald. Ja. Ik herinner me 2001 de verklaring van Laeken, waarmee dat de Europese Unie aankondigde dat ze wat ze toen noemden een grondwet gingen ontwikkelen, wat dan later het grondwettelijk verdrag is geworden, dat dan verworpen is en dan uiteindelijk het verdrag van Lissabon is geworden. Dat werd aangekondigd in 2001 met de verklaring van Laeken. In die verklaring staat letterlijk, de enige grenzen die Europa erkent zijn die van de democratie en de mensenrechten. Ja. Dus alle andere grenzen, elke afbakening was voorbijgestreefd. Puur voor formele principes. Hè? Dat is ook waar ik me aan stoor in tijd van onbehagen. Waarom ik dat ook zo herken in jouw boek. Van, ja, maar dat is onvoldoende als grondslag überhaupt van een instituut. Dat levert geen grondslag. Hè? Want de twee, hè, democratie wat minder, maar mensenrechten is een zeer abstract begrip. Hè? De rechten die mensen hebben los van hun gemeenschap. Ja. Dat is al op zich al een heel een extreme abstractie om mensen te benaderen. En ik denk wat heel belangrijk is waarom zijn die identiteiten teruggekomen? En aan de ene kant is dat nogal evident, denk ik, hè, wat die grote identiteiten betreft.
dat is dat mensen voelen dat ze enkel in zo'n binding, met een identiteit, als lid van een gemeenschap, greep krijgen op het leven. Ja, daar wordt hun levensverhaal, krijgt een bepaalde betekenis. En dat ja. is precies wat in die periode werd ondergraven door neoliberale globalisering, die de greep van gemeenschappen en staten op het leven eigenlijk hebben verminderd. En door natuurlijk in die periode ook migratie die het gevoel van eigenheid heeft bedreigd. Hè. Het is onder zo'n bedreiging dat mensen dan grijpen naar iets wat geeft ons terug identiteit, wat geeft ons greep op het leven. Taking back control, zoals ze zeggen in de Brexit. Ja. En ik denk dat Brexit geen goede manier is om taking back control, maar de slogan drukt wel uit wat heel veel mensen, denk ik, in heel veel landen hebben ervaren. En ik denk dat dat de oorzaak is van die terugkeer naar die grote identiteiten. Die kleine identiteiten, gecentreerd rond geslacht, huidskleur, herkomst, seksuele geaardheid, denk ik, hebben misschien wel een enigszins andere grond. Het is ook een uiting van een verlangen naar gemeenschap, uiteraard. Men wil ergens toch rond een identiteit gemeenschap vormen. Maar in die gevallen, denk ik, heeft dat ook wel te maken met een gefrustreerd gelijkheidsstreven. Dat men meer gelijkheid wil voor mensen met die kenmerken. En dat men afgestapt is, is het ook wel belangrijk, dat men afgestapt is van het klassieke burgerschapsidee. Het klassieke burgerschapsidee is, alle burgers zijn gelijk, ongeacht hun particuliere eigenschappen. En wat die bewegingen doen, is nu net de nadruk leggen op die particuliere eigenschappen. Dus van een concept van alle burgers moeten gelijk zijn, politiek gelijk zijn, ongeacht hun individuele kenmerken, is men overgestapt op een idee van, eigenlijk is de samenleving niet een gemeenschap van individuen, maar een soort verzameling van minderheden. En die minderheden moeten allemaal gelijk worden. Dus dat zijn twee verwante ontwikkelingen, maar met toch enigszins verschillende oorzaken, denk ik, die terugkomst van de grote identiteiten en de opkomst van de klein identiteit. Ja, en ik denk met als je het dan specifiek over bijvoorbeeld de thematiek huidskleur hebt of geslachtelijke voorkeur, zoals je nu in de LGBTQ-bewegingen ook ziet, is natuurlijk een andere soort identiteit die opspeelt. En je zegt burgeridentiteit. Je kan zeggen, een kleine identiteit was misschien vroeger ook gewoon in beroep. Hè? Ik ben timmerman. Hè? Ja. Ik ben een timmerman en katholiek. Dat betekent, katholiek betekent dat ik een bepaalde levensbeschouwing heb. Het verhaal, mijn ouders waren dat, maar ik heb een idee, laten we zeggen, van de wereldgeschiedenis. Hè? God heeft de wereld geschapen en er komt een moment waarin wij uiteindelijk komen te sterven. Maar ook een einde van de geschiedenis, om het zo maar te noemen. Ja. Die timmerman, die heeft natuurlijk een bepaalde praktijk. Die zit met zijn groep. Die wordt voorspelbaar. Als je hebt, katholiek gedraagt zich een beetje zo, timmerman zo, die klasse. Dan zit jouw verhaal van die voorspelbaarheid. Terwijl natuurlijk, op het moment dat ik het heb over bijvoorbeeld een lesbienne of een homo of een, dan is dat, die voorspelbaarheid is al, je weet één onderdeel, als het goed is. Maar voor de rest kan dat natuurlijk alle kanten op. En het is ook niet specifiek, ik kan zeggen, timmerman, dat is een vaardigheid, dat is een verdienste, dat is een bepaald soort activiteit. Dat is het op zichzelf niet, maar of je moet het gaan zien als een soort opstand. Hè? En dat is denk ik wel, het heeft ook iets van een opstandsidentiteit. Ik denk dat het is. Het is een reactie tegen. Ja, het is een reactionair eigenlijk. Ja, reactionair. Ja, op een andere manier, in een andere zin van het woord. Reactief in elk geval, niet proactief. En een belangrijk kenmerk van die andere identiteiten die u opzomt, en dat is een heel belangrijk aspect van identiteit, want een identiteit verwijst altijd naar een gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Ja. Dat kan de beroepsgroep zijn, dat kunnen de mensen zijn met dezelfde opleiding, kan het gezin zijn, een geloofsgemeenschap. En wij hebben evenveel collectieve identiteiten als we verbonden zijn met gemeenschappen. En natuurlijk, onze band met al die gemeenschappen is niet even intens. Sommige mensen hebben met hun sportclub een heel intense binding en anderen met hun gezin of met hun werk. Maar er is één belangrijk kenmerk voor toch een soort rangschikking te maken van identiteiten, van collectieve identiteiten en gemeenschappen. Dat is, hoeveel handelingsbekwaamheid geven ze je?
En de voorbeelden die je noemde, ja, een beroepsgroep, dat geeft je een mate van handelingsbekwaamheid. Precies. Ja, een act is een activiteit. Het is een activiteit. Heel belangrijk in het geven van handelingsbekwaamheid is het gezin bij ons. Ja. Echte religies, die nog georganiseerd zijn, geven veel handelingsbekwaamheid aan hun leden door hun solidariteit. Maar daar natuurlijk, denk ik dat we moeten zeggen, de collectieve identiteit die de meeste handelingsbekwaamheid geeft vandaag aan de mensen, dat is de staat, dat is de nazistaat. Ja. De kansen op opleiding, de kansen op gezondheidszorg, de kansen op veiligheid enzovoort. Ja, enzovoort. Ja, echt, en je bent lid van iets waardoor er ook dus voor je gezorgd wordt. De nazistaat is in die zin een belangrijke collectiviteit. Niet noodzakelijk emotioneel, want ik denk de emotionele band met een gezin is doorgaans veel sterker. En ik hoop het voor de meeste mensen dat het sterker is. Maar als het aankomt op het geven van handelingsbekwaamheid, dan is dat natuurlijk een heel belangrijke doorslaggevende collectieve identiteit. En ik denk dat de mensen dat ook wel beseffen. En dat ze daarom een beetje... Ja, denk je dat? Ik denk soms ook dat we heel veel dingen... Dat er toch wel revolte is tegen het gevoel van... wij samen worden machteloos gemaakt. Het valt me toch wel op. Men kan dat beschouwen als louter een kritiek op hoe de democratie vandaag werkt. En dat is het in delen ook. Maar het is toch opvallend dat in de meeste Europese landen op dit ogenblik meer dan de helft van de kiezers zegt, stemmen heeft geen zin meer. Precies. Nee, dat bedoelde ik juist. Men luistert toch niet naar ons. Dat bedoelde ik juist. Men luistert toch niet naar ons. Maar dat luistert toch niet naar ons betekent volgens mij ook, de democratie geeft ons nog onvoldoende greep op het leven. En wij verwachten wel van een overheid dat ze dat geeft. Precies. En de andere kant is misschien dat we, de lieden die zijn denken van nou, we redden het ook wel zonder. En die daar ook een politieke voor... Wij regelen het gewoon zelf. Dus ik denk, en dan zie je ook alweer een verschil tussen hoger en lager opgeleide, denk ik. Ja. Want ik denk dat de... Maar soms met veel naïviteit, want men komt die mensen meer en meer tegen die zeggen, ja, ik voel mij geen Nederlander en ik voel mij geen Vlaming. Totdat het wegvalt. Ik voel mij geen Europeaan, ik voel mij verbonden met, en dan noemen ze vaak een heel klein dorp, of met mijn hond, of met de ganse wereld. Ja. En mijn antwoord daarop is altijd succes daarmee. Hè? Ja. Is dan eens consequent. Als de nood aan de man komt. Dat is consequent. Ja. Hè? Belangrijk ook wel, een thema, omdat, we hadden het er al even over, je ook naar Europa toch wel vrij kritisch kijkt. Zegt eigenlijk, dus enerzijds ja, Europa ja, maar anders zegt, wacht, daar zijn toch dingen echt... Waar het gaat over, ook over democratie, maar waar het ook gaat over het principe van gemeenschap, toch in Europa, ook eigenlijk in de hele architectuur of in de mentaliteit eromheen, zijn er toch wel een aantal dingen grondig fout. Ja, zoals je zei, mijn uitgangspunt is positief tegenover Europa. Ja, zeker. Omdat dat is een stelling die doorheen het boek loopt. Nationale soevereiniteit is belangrijk, maar nationale soevereiniteit is een middel. Ja. Nationale soevereiniteit is geen doel op zich. Ja. Het doel is volkssoevereiniteit. En volkssoevereiniteit betekent dat de mensen greep hebben op het leven. Greep hebben op die factoren die hun welzijn, hun welvaart, hun veiligheid, hun eigenheid beïnvloeden. Ja. Dat is greep geven op het leven. En natuurlijk, voor een aantal dingen in een interdependente wereld zoals vandaag, greep hebben op het leven betekent ook enige greep hebben op dingen die waar ook ter wereld gebeuren, die een impact kunnen hebben op je leven. Ja, en dat kunnen de meeste Europese nazistaten niet meer op zich doen. Dat is bijna niet meer te doen. Daarvoor is Europa, het Europese project, de regionale samenwerking binnen Europa, is daarvoor onmisbaar. Maar dat geeft meteen, of dat reikt meteen, een duidelijk criterium aan om Europa te beoordelen. Geeft het mensen meer greep op het leven? Ja. En dan moet men vaststellen dat veel mensen de indruk hebben dat dat helemaal niet doet. En natuurlijk is die indruk niet noodzakelijk juist, want het kan zijn dat ze misschien... Ik vind het een heel mooi uitgangspunt ook. Spreek me ook ontzettend aan in je boek. Je zegt van het gaat eigenlijk om dat handelingsvermogen wat moet worden vergroot. Ja. En wanneer Europa dus zo opereert dat mensen juist het gevoel hebben dat ze dat minder hebben, dan werkt Europa niet goed. Dan komt het niet zijn democratische missie na en maakt het ons niet sterker als individuen. Ja. Ondanks misschien een heel neoliberale agenda.
En dan kun je tegelijkertijd, denk ik ook, heel duidelijk, als je dat principe hanteert, hè, dus ik deel dat helemaal met je, je zegt van ja, bepaalde zaken moeten we samen doen. Hè, dus we hadden het zo even over dat internet. Ja, hè, die tech-giganten, ja, evident dat we dat met Europa moeten doen. En ook op zo'n manier. En dat inderdaad de burger eigenlijk empowered wordt, zoals we het tegenwoordig noemen, dat die sterker komt te staan. Maar dus denk ik helemaal terecht. En je zegt ook het nodige over waar dat door komt. Hè? Dus je zegt van dat Europa daar niet in slaagt, heeft ook iets te maken met eigenlijk verkeerde principes die Europa hanteert. Ja, en te begrijpen, hè, Europa is gegroeid als een markt. Ja. Interne markt, hè, was het eigenlijk. Een interne markt was het, hè. En gegroeid, een interne markt, nog sterk neoliberaal geconcipieerd, toch hoe dat moest werken. En ja, een interne markt, veel van de dingen die daar gebeuren, raken de burgers niet zozeer. Hè. Men spreekt dikwijls een beetje ironiserend over de krommingsgraad van de komkommers en de bananen die moeten bepaald worden. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om gewichtige dingen, zoals de kwaliteit van onze geneesmiddelen, die we betrekken uit India en China, en heel belangrijke zaken. Maar goed, dat is iets dat waar columnisten kruipen daarvoor niet in hun pen, betogingen komen daarvoor niet op straat. Maar langzaamaan is de Europese Unie van aard veranderd en is ze zichzelf gaan beschouwen als een waardegemeenschap. En is ze zich gaan bezighouden met grenzen en met ethische kwesties en met beleid ten opzichte van migratie enzovoort. Ja, ja, en vrij dwingend ook. En dwingend. En daar kom je natuurlijk op domeinen waar columnisten wel voor in hun pen kruipen, waar er wel betogingen voor op straat komen. Hè? Ja. En dus zit ze nu in een heel ander vaarwater dan voorheen. En mijn diagnose daar is dat ze eigenlijk, wat ze zou moeten doen, dat ze dat in gevaar brengt. Hè? Die punten waar we zouden moeten kunnen samenwerken. Hè? Bijvoorbeeld die cybergiganten enigszins controleren. Hè? Er is geen enkel Europees land die dat kan. Vraag is zelfs of Europa als samenwerkingsverband dat nog gaat kunnen. Hè? Want we hebben dat zo lang, hè? We hebben die ongereguleerd laten groeien, dat nu zijn er weinig overheden die de middelen in hun huis hebben om zelfs maar te denken aan een effectieve vorm van regulering. Hè? Dus daar staan we. Maar die belangrijke taken, en er een hele reeks die Europa zou moeten vervullen, brengen ze volgens mij een beetje in gevaar, omdat ze onvoldoende respect hebben voor de eigenheid van de lidstaten. Dat komt het op neer, want mensen zijn nog altijd sterk verbonden met hun nationale identiteit. En vanuit die liberale reflex die Europa heeft, wordt daarop neergekeken, wordt gedaan alsof dat niet nodig is. Ja, en je zegt eigenlijk ook, een heel belangrijk instrument daarbij is ook wat je wel noemt de juristocratie. Ja. Hè, dus het is eigenlijk een soort, je kan zeggen, een transformatie van onze bestuurstructuur, van een democratie ook in de richting en van een juristocratie. Misschien kun je dat eens even uitleggen, wat het euvel daar is. Wel, ik denk dat dat twee oorzaken heeft. Hè. Eén is een angst voor de kiezer, die we de laatste tijd in Europa zien. Mensen hebben schrik van kiezers en proberen zoveel mogelijk toch bevoegdheid aan de kiezers te onttrekken, aan het parlement te onttrekken, en te geven dan aan wat zij noemen de rechtsstaat, maar eigenlijk komt dat neer op rechters. En de andere aanleiding daarvoor is dat het ook iets is dat sinds het begin in de liberale traditie zit. Dat is duidelijk de liberale traditie tegen de sterke volkssoevereine traditie. En dat wordt nog eens verstevigd door het neoliberalisme, omdat zij precies een rechtsorde willen om de belangen van kapitaalhouders te verdedigen tegen de invloed van democratieën. Tegen de arme landen die zouden vragen dat de natuurlijke grondstoffen kunnen genationaliseerd worden, of tegen landen die strengere regels willen opleggen aan buitenlandse investeringen ofzovoort. Dus dat liberale complex ijvert daar ook voor. En dan ziet men dat dat gemakkelijk kan ontsporen. Er is geen enkel probleem natuurlijk met een juridische toetsing, dat men zich afvraagt, is deze wet consistent met de grondwet of is deze beleidsdaad consistent met de wet?
Hè, een juridische toetsing is nodig, maar op dit ogenblik in veel landen, Nederland niet, hè, maar de meeste andere landen, hebben een systeem waarbij kan gezegd worden door een rechter van deze wet nee. Want ja. wij vinden dat ze niet overeenstemt met het internationaal verdrag of met die rechten. En ik denk dat de meest vergevorderde vorm daarvan zien we bij het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Dat is een zeer breed de Europese verklaring van de rechten van de mens interpreteert, op een manier dat men bijna alle mogelijke wegen uit kan. En dat is ook bestudeerd. En dat is bestudeerd gelukkig door grote voorstanders van dat systeem. Dus men kan hun beschouwen als onbevooroordeelde waarnemers. Mm-hmm. Hè, want zij zijn grote voorstanders van dat optreden. En zij zeggen, kijk, hè, de rechters van het Hof van Straatsburg verlaten steeds meer de bedoeling van de mensen die het verdrag hebben getekend. Ze trekken zich daar steeds minder van aan. Hè. Zij ontwikkelen hun eigen jurisprudentie op basis van hun eigen regelgeving. En zij breiden de bevoegdheid van het Hof zelf uit, zonder dat de verdrags... Ja, het is eigenlijk een soort verkapte dus, politisering dus van die juridische orde. Dus krijg je een juridische orde die als wetgever optreedt en dus een politieke rol gaat spelen. Ja. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Hè. Drie gevaren die daaruit voortvloeien. Het eerste is dat natuurlijk het vertrouwen in de rechtspraak ondergraaft. Want als rechters beginnen politieke uitspraken te doen, ja, dan is het normaal dat men daar politieke kritiek op krijgt. Maar dat kan natuurlijk het vertrouwen in de rechtspraak ondergraven. Tweede is dat op die manier natuurlijk kleine minderheden hun gelijk kunnen krijgen en opleggen aan de grote meerderheid. He, het volstaat dat men een gunstige rechtspraak krijgt en de rechters kunnen dat doen. He, en ten derde is het natuurlijk ook altijd een verleiding als dan de politieke meerderheid een andere visie heeft dan de meerderheid van de rechters die belangrijk zijn. Ja, dan krijgt men pogingen om bevriende rechters te benoemen. Hè. Wat we zien in Polen, in Hongarije, maar eigenlijk ook in Spanje op dit moment. En ook was er sprake daarvan in de Verenigde Staten met het uitbreiden van het aantal rechters van de Supreme Court. Dus, en dat ondergraaft de rechtsstaat ook. En de manier waarop dat wordt ingezet, ik denk dat we dat zien in verband met de klimaatdoelen. Ik denk dat het zou terecht zijn als het parlement zegt, dat zijn de klimaatdoelen die wij ons stellen. Ja. En dan worden er beslissingen genomen die daartegen ingaan, dat een rechter kan zeggen van, ja, dit strookt niet met wat jullie hebben afgesproken. Maar op dit ogenblik zitten we eerder in een situatie waar men overal rechtszaken, of verschillende plekken rechtszaken heeft lopen, waarbij de rechters op basis van de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens gaan bepalen wat de beleidsdoelen, klimaatdoelen moeten zijn van een land. Ja, dat is het overnemen van wat de taak van het parlement is. Hè? Ja. En dat is wat ik bedoel met die discussie. Dat is denk ik ook het probleem. Hè? Je kunt op een gegeven moment natuurlijk de rechten van de mens zo breed interpreteren dat je daar je complete beleid uit gaat destilleren. Ja, want er valt altijd wel te argumenteren dat het het belang is van... van de vrijheid of van de gelijke kansen of van het welzijn of van de gezondheid. Of gewoon kijk naar de rechtspraken die er geweest zijn rond asiel in verband met de betekenis van folteren. Folteren op de duur betekende ook onvoldoende opvangmogelijkheden in asielcentra in Griekenland. Al eerder heeft men folter geduid om te zeggen, iemand die beschuldigd was van moord leveren we niet uit aan Amerika, omdat daar de doodstraf bestaat. En wij beschouwen de doodstraf als een vorm van foltering, dus we gaan die uitlevering niet meer doen. Dus men ziet hoe breed men zo'n notie kan rekken. Ja. En misschien zijn sommige van die brede interpretaties terecht. En daar spreek ik me niet over uit. Het enige wat ik wil onderlijnen is dat dat is vatbaar voor zeer brede interpretaties. En als een rechter zo'n brede interpretaties zonder tegenspraak kan maken, ja, dan geef je eigenlijk wetgevende bevoegdheid uit handen. Ja, daarmee komt eigenlijk alleen nog maar meer druk te staan natuurlijk op de legitimiteit. Hè? Ironisch genoeg. De juristocratie betekent juist dat het in het ogen van in ieder geval een deel van de Europese bevolking of volkeren in toenemende mate Europa eigenlijk over zijn macht heen grijpt. En eigenlijk een domein opkomt waar ze niet gewenst is.
En dat merk je inderdaad bijvoorbeeld rond die migratieagenda. Met name ook in Oost-Europa, dat natuurlijk heel gevoelig ligt. Hè? Allemaal ja, die, en dat is het andere probleem. Hè? Dus als men Europa gaat definiëren als een waardegemeenschap. En misschien moeten we er straks op terugkomen. Er is geen enkel probleem dat Europa naar streven van meer gemeenschap te worden. Dat ja. op zich kan. Maar als ze zich nu definieert als waardegemeenschap, doet ze vaak alsof dezelfde gedetailleerde interpretatie van die waarde kan worden opgelegd aan alle lidstaten. Maar Europa is geen unie van individuen. Europa is een unie van staten. En dat betekent dat er respect moet zijn voor de meerderheid in elke staat. Het is zelfs zo, in de World Value Survey is Europa qua waarden een van de meest gedifferentieerde gebieden ter wereld. De manier waarop ik het altijd uitdruk is te zeggen, de Polen zijn geen Zweden. Nee, zo eenvoudig is het. De Polen zijn geen Zweden. Nee. En als je eenzelfde wetgeving in verband met huwelijk gaat opleggen aan de Polen en de Zweden, dan krenk je in één van die twee landen de meerderheid. Ja. En daar moet Europa veel voorzichtiger mee worden. Ja, verder van blijven, zou je bijna zeggen. Ja, want je ziet dus die juristocratie, als een, je noemde zweven ook al die neoliberale trek die eigenlijk in de Europese Unie zichtbaar wordt. Betekent dat ook dat we ook zouden moeten nadenken over zoiets als die vrijheid van personen, goederen en diensten op de langere termijn? Nou, ik denk dat we daar nu mee bezig zijn. Dat is het. Soms helpt de werkelijkheid. Dankzij corona, wou je zeggen? Ja, onder andere dankzij corona. De werkelijkheid helpt daar. Ja. Omdat het neoliberale gedachtegoed, zonder al duidelijk gearticuleerd te zijn, moeten we beseffen, is sinds het einde van de 19e eeuw bij ons. Hè. Ja. Heel sterke articulatie is gekomen in het begin van de 20e eeuw, hè, van Mises, hè, bij jaren 20. Maar wat altijd een knauw geeft aan neoliberaal denken, zijn crisissen. Een oorlog, hè, meest van al. Omdat tijdens de oorlog leren mensen rationeren, prijzen bepalen. Ja. Dus de staat doet alles bijna tijdens een oorlog. Ja. Zodat in de onmiddellijke naoorlogse periode zit neoliberalisme altijd in de verdediging. Ja, Keynes floreerde na de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog hebben we dat gezien. Tweede Wereldoorlog was het dan Keynes die floreerde. En ja, nu is het inderdaad, denk ik, de financiële bankencrisis van 2008 en zijn economische nasleep, gevolgd door De oorlog tegen het virus. Dus op dit ogenblik zit neoliberalisme in de verdediging. En men kan ervan op aan dat Europa een protectionistisch beleid gaat voeren. Want Europa gaat nu wel moeten beseffen van ofwel, slagen we in die digitale revolutie ook hier, artificial intelligence. Ja. En ja, we gaan toch, als we daar geld in gaan stoppen, als we daar grote projecten gaan opzetten, we gaan toch China en Rusland niet laten mededingen. Hè. Ja. We willen nu klimaatnormen, dus gaan we onze industrie zeggen van dat ze heel strenge klimaatnormen moeten respecteren. Gaan we dan China nog toelaten van hier goederen te importeren zonder heffingen? Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik denk dat. Maar dat lost één zaak nog niet op. En dat is denk ik heel cruciaal. Dat zou moeten gebeuren. We moeten terug naar een strengere regulering van verplaatsingen van kapitaal. Want als we nu alles bekijken de laatste decennia, ik ben er echt van overtuigd dat de meeste nadeel voor de meeste mensen in de meeste landen is veroorzaakt door de combinatie van een zwakke regulering van de financiële sector samen met het bijna ongehinderd kunnen verplaatsen van kapitaal. Dus kapitaal stroomt dan een land binnen als het niet zozeer nodig is, hè, als het inflatiedruk verhoogt, stroomt onmiddellijk weg als er een beetje economische problemen zijn. Men kan speculeren tegen munten, hè, men heeft de belastingsparadijzen, de grote internationale bedrijven konden bijna geen belastingen betalen.
betalen, omdat ze hun kosten altijd maakten, zo gezegd, in landen met hoge belastingen en hun winsten in landen met lage belastingen. Dat kan niet meer. Hè. Dus daar zullen we reguleren. Verwacht je ook een dynamiek binnen Europa, dus binnen tussen de landen onderling? We hebben het nu even over die verhouding tot de buitenlanden. He, dus of tot andere mogendheden. Maar dat er ook een meer restricties. Ik bedoel, dat zien we bij corona nu. Maar je kunt je ook voorstellen dat onder. Laten we zeggen, als er een serieuze financiële crisis, dan wel economische crisis optreedt. En dat heel het vraagstuk rond innerlijke beweging. Zowel van goederen, diensten als personen. Ja. Opnieuw op tafel komt. Wel, ik zie dat laatste misschien niet zo meteen. Hè. Ik denk misschien wel tijdelijke sluitingen van grenzen of zo. Maar wat ik wel denk, en ik denk dat men dat ook al kan zien, dat de Europese landen meer gaan staan op hun eigenheid. En op de verdediging van de eigenheid. Ik denk dat dat een groot deel is van de strijd tussen, laten we zeggen, de westerse landen van de Unie en de oosterse landen van de Unie. Want daar is het sterker, hè, nog. Dat is sterker. Veel sterker. Dat is al bezig, dat zien we. Ja. En dus het dromen van een Verenigde Staten van Europa, dat zit er voorlopig niet in, denk ik. Hè. Ik denk dat we meer gaan naar een meer groter respect voor de eigenheid van de lidstaten. Dan zitten we eigenlijk ook aan het programma heel significant nu wel. Hè, en dat zou ook een heel nieuw geluid zijn in Europa, want de Polen vechten dat aan van de primoteit van de Europese regelgeving op de nationale wetgeving. Hè. Dat is een heel heikel punt binnen Europa. Maar in zijn campagne nu, hè, voor een soort primary bij Les Républicains in Frankrijk, hè, dus de erfenis van de Gaulle, als je kunt zeggen, van die partij. Mm-hmm. Hè, zij zijn nu bezig, hè, wie gaat hun kandidaat voor het presidentschap zijn? En een van de kandidaten is Michel Barnier, hè, de Brexit-onderhandelaar. Hè, er zijn weinig mensen die, denk ik, de Unie even goed kennen als hij. Ja. En in zijn campagne zegt hij nu, we moeten dat misschien toch herzien, die primoteit van de Europese regelgeving. Dus als iemand als Michel Barnier dat zegt, dan is dat wel een heel belangrijk signaal, denk ik. Hè. Zeker, ja. En ook als dat uit Frankrijk komt. Ja, uit Frankrijk. Ja, want ik bedoel, die zijn toch ook de architect voor een deel van juist die... Met natuurlijk daar dan wel de potentieel negatieve kant, omdat de vraag voor meer nationale soevereiniteit in Frankrijk is altijd gericht geweest een beetje tegen de invloed van Duitsland. En dus krijgen we misschien terug die spanning ook terug meer binnen Europa. Je boek eindigt eigenlijk ook met een oproep, ook richting Europa, voor meer wat je noemt communautaire democratie. Ja. Hoe komt dat eruit te zien? Wel, het belangrijkste kenmerk van communautaire democratie is het herstel eigenlijk van de democratie. Ik zeg, de laatste tijd ziet men grote angst voor de kiezer. Mm-hmm. En heeft men op twee manieren eigenlijk de kiezer. Er zijn drie manieren, maar één lijkt me onvermijdelijk. Hè. Op drie manieren de kiezer minder belangrijk gemaakt. Ene is het groeiend belang van de uitvoerende macht. Ja. En dat lijkt me in een moderne, complexe samenleving onvermijdelijk. Ik denk niet dat we daarvan terug kunnen, want daardoor verschuift natuurlijk de nadruk van het parlement naar de regering. Minder de invloed rechtstreeks van de kiezer. Maar de twee andere zijn wel te vermijden. En de ene is dat we heel veel bevoegdheid toch hebben overgeheveld aan instellingen die niet democratisch functioneren, of waar de democratie er nou een noodgreep op heeft. Hè. De rol die het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, heeft gespeeld, de Wereldbank heeft gespeeld, de Wereldhandelsorganisatie heeft gespeeld, de Europese Centrale Bank heeft gespeeld. Het is allemaal ontrokken aan de democratie eigenlijk. Hè. Volledig of in grote mate. En het andere is die juristocratie, waarbij men eigenlijk beslissingen die door het parlement zouden moeten worden genomen in groeiende mate laat nemen door rechters, zonder dat die rechters eigenlijk kunnen tegengesproken
En heb je dan toch het vertrouwen dat het volk daar klaar voor is? Dat het volk daar toe in staat is? Want ik hoop het. Het is niet voor niets. We begonnen het gesprek met dat vraagstuk over identiteit. We zien een enorme polarisering in die samenleving. Soms ook over thema's waarvan je denkt, jongens, wat blijven de eigenlijke vragen? We hebben het over of Zwarte Piet nog wel zwart genoeg is of wit genoeg is. In plaats van dat we bezig zijn met de geopolitieke situatie en onze kwetsbaarheid. Hè? Ik bedoel, dat is een. Zie je dat we daar vooral. Die identiteitspolitiek, laten we zeggen, op microniveau, die toch een macro-achtige vormen aanneemt. Ja. Mensen die hun identiteit al volledig aan lijken op te hangen. En of blind worden voor al die structuren die ze toch heel hard nodig hebben, maar die ze maar voor granted nemen. Of zeg je van nou, we moeten dat eigenlijk die democratie ook als een cultureel project ook weer nieuw leven in gaan blazen? Ja, dat laatste wel. En misschien 3 punten antwoorden. Hey, ik doe 2 voorstellen om een soort revitalisering van de democratie te hebben. Dat is ingaan tegen de juristocratie. En door bijvoorbeeld een volksberoep mogelijk te maken. Van te zeggen, als er een rechterlijke uitspraak is die de ganse gemeenschap aanbelangt. Ja, dan kan die uitspraak gedaan worden met een meerderheids- en een minderheidsopinie. En die kunnen bediscussieerd worden door het parlement. En het parlement kan met een 2/3 meerderheid zeggen, we aanvaarden dit niet. Of we aanvaarden dit wel. Dus dat is het herstel van de soevereiniteit van het parlement in die zaken. Dat moet dan precies uitgewerkt worden in verschillende juridicties. Nee, maar het sterker maken van het parlement. Maar dat is het sterker maken van het parlement door het dat volksberoep te geven tegen rechtelijke uitspraken die de ganse gemeenschap aanbelangen. Omdat ik vind dat 2/3 van de parlementariërs zal toch even goed de wet kunnen interpreteren en zien wat dat betekent voor de hedendaagse samenleving als een aantal rechters. Ten tweede denk ik dat partijen veel meer inspanningen moeten doen om luisterbereidheid te tonen naar de mensen toe. Daar schort iets aan. En er is ook veel volksverlakkerij bezig. Hè. Die burgerpanels, meestal zijn dat onrepresentatieve panels. Hè. Dat zijn een aantal burgers die niet representatief zijn voor het geheel. En die omkaderd over iets gaan praten. Ja, dat biedt veel te veel mogelijkheden tot manipulatie, tot sturing. Dus ik pleit daar, waarom niet eens wat degelijke, meer degelijke opiniepeilingen? Vraag de mensen eens wat ze denken over dingen. Niet met de bedoeling van dat slaafs te volgen. Ja. Maar ik denk dat de politiek beter zou worden, het parlementaire werk beter zou worden, als de parlementairen op de hoogte zijn van wat de mensen denken, maar op een representatieve manier. Ja, vraagt natuurlijk ook iets van de media. Daar vraagt ook de rol van de media daarin. Ja. En het andere is natuurlijk, en dat, daarop steunt het, en dat was ook de kern van je vraag, denk ik, kunt je voldoende vertrouwen hebben in de mensen? He, dat is het. Kunt je voldoende vertrouwen hebben in de kiezers? Ik denk van wel. En het treft me dat dat eigenlijk de basis is van onze democratie. Overlaatst zat ik in een Zoom-conferentie met Zhang Weiwei. Dat is een van de ideologen van de Chinese Communistische Partij. Hè. Men noemt hem soms wel eens de rechtsbuiten van China. Mm-hmm. De man die zegt, kijk, China doet het zoveel beter dan jullie democratieën. Ja. Maar, zegt hij, wij zijn ook democratisch. Wij zijn democratisch onder meer omdat we doen wat de Chinese heersers altijd hebben gedaan. De harten en de geesten van de mensen winnen. Mijn eerste reactie was erop van, ja, maar dat verschilt dan toch grondig van onze opvatting van democratie natuurlijk. En daarna dacht ik, maar zijn we eigenlijk niet voortdurend hetzelfde aan het zeggen? Als we zeggen, je moet de kiezer niet volgen. Je moet de kiezer niet achterna lopen. Nee, zeker. Je moet geen draagvlak zoeken, een draagvlak maken. Dan zeggen we precies dat. Terwijl ik denk dat de grote kracht van de kiezer is dat zij zijn met miljoenen en miljoenen waarnemers. En niemand weet beter wat zij in hun belang achten dan zij zelf. Maar omdat ze in heel verschillende levensomstandigheden leven, kunnen zij misschien ook wel beter dan experts zien wat loopt er mis. Ja. Wat loopt er mis? Dat vraagt natuurlijk een open gesprek. Hè? Dat vraagt toegankelijkheid. En je kan ook zeggen, want het is niet simpelweg het volk volgen of het sentiment volgen. Dat vraagt ook van de politieke leiders dat ze wel weten en ergens
hun volk ook kennen. Je dat moet ze ergens ook kennen. Dat is het. Je moet weten met wat voor volk je te maken hebt. Ze hoeven niet slaafs te volgen. Nee, maar dan van daaruit, in die relatie, wel zeggen wat de richting op. Ja. En weten wat dan reëel is en realistisch, gegeven de aard van een volk. En dan zit er zelfs tussen Vlamingen en Hollanders natuurlijk alweer een behoorlijk verschil, zoals we weten. Maar daar moet je rekening mee houden. Daar moet je rekening mee houden. Klimaattransitie is weer een goed voorbeeld. Hè? Aan de ene kant krijgt men zo'n opbod van ambitie. Hè? Dus dan lijkt het alsof degene die de hoogste ambitie formuleert, hè? Degene is die het meest aan het doen is voor het klimaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Het is degene die iets doet waarvoor een werkelijk draagvlak is in de bevolking, zodat je het werkelijk kunt waarmaken. Ja, precies. Hè? Mark, ik dank je hartelijk voor dit intrigerende gesprek. Het was maar het begin. Ik kan iedereen dit boek van harte aanbevelen. Het is echt bevat ook een schat aan informatie en mooie verhalen ook. Ik geloof dat het al in de vijfde druk was. In de zevende druk. Dat is in een mum van tijd. Er was grote behoefte aan in ieder geval in Vlaanderen. Ik denk dat het ook in Nederland absoluut weerklank gaat vinden. Dus ik wil je hartelijk danken voor je komst. Dankjewel voor het gesprek. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.